klacht van de dag. Mijn naam is Natalia en ik ben onderzoeker bij de Nationale Ombudsman. Ik werd gebeld door een meneer die een klacht had ingediend bij een gemeente. Hij klaagde erover dat hij niet was geïnformeerd over een bouwproject in zijn woonomgeving. De gemeente stuurde hem een brief en zei dat niet duidelijk genoeg was waar hij over klaagde en over welke persoon. Daarom gingen ze de klacht niet in behandeling nemen. Tja, dat is ook best moeilijk om aan te geven over wie je klaagt als je niet weet wie jou had moeten informeren. Ik heb de gemeente opgebeld en dat aan ze uitgelegd. Ik heb ze ook verteld dat wij het belangrijk vinden dat wanneer een klacht niet duidelijk is, je even contact opneemt met degene die de klacht heeft ingediend. Dan kan je vragen waar het diegene om te doen is en zo samen uitzoeken wie er misschien iets anders had moeten doen. Mijn advies is dan ook om als je een klacht indient altijd je telefoonnummer te vermelden. Dan kan de overheidsinstantie jou makkelijk even bellen om er samen over te spreken. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen. Iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.